op mijn kanaal. Het is vandaag een dag en een maand van de week, een maand, een dag, een jaar, een week, maand, straks, pan, ja, you. Vandaag een nieuwe dag op mijn kanaal, 7 uur, rond 7 uur. Ik weet niet hoe laat deze video online is gekomen, waarschijnlijk in de avond, niet in de nacht. Ja. Zeker duimpje omhoog, vind ik altijd super chill om te zien in jullie de video. Een duimpje omhoog in, ja. En om de video leuker te maken gaan we in het begin van deze comment wat chille comments voorlezen die ik met de random comment generator ga uitkiezen. Dus let's go. Generate my comment, go. Kankerhomo, halftandje, heets, konijn. Kankerhaas. Kan altijd een keer gebeuren, maar we gaan gewoon naar de volgende comment. Let's go. Jullie kankervaders... Ik stop mijn YouTube. Deze dude heeft geprobeerd mij na te doen of zo. Een profielfoto is een beetje mislukt. Dat is allemaal geen probleem. Ik heb nu fucking veel gescholden. We gaan gewoon beginnen aan de video. Zeker duimpje omhoog. Bij deze extra dagen. Let's go! Voor het begin van deze video ga ik even mijn mond spoelen met zeep. Want ik heb te veel gescholden. In de laatste 3 seconden. Ik ga mijn mond spoelen. Met zeep en water en... Water. Waarom met zeep? Oh my god. Lekker. Zeep. Sorry dat ik gescholden heb. Het was niet de bedoeling. Water. Zeep. En zo is mijn mond weer straalt worden vrij. Ik kan nog niet beginnen aan de video. Alsjeblieft, alsjeblieft. Let's go. Na deze superdomme kutactie had Nathan jammer genoeg last van het zeep- en mondvirus. Waardoor alles wat hij at naar zeep, droge fucking kutzeep smaakte. Jammer genoeg is er geen medicijn voor dit virus. En als u het heeft, best wel snel mogelijk naar het antiviruscentrum. En ja. Ja. Wow, hey Sid, waar slaat deze video op? What the fuck, nou ben ik aan het kijken? Lieve dames en heren, dat weet ik zelf ook niet. Maar toch, welkom bij een nieuwe video. Ik ben hey Sid, ik ben 16 jaar en dit is wat ik doe met mijn leven. Vandaag gaan we praten over schaalden en... Fuck! Zo dingen. Ik zie soms wel eens in de comments: yo, hey Sid, je video's zijn leuk, maar kan je alsjeblieft wat minder schelden? Ik kreeg laatst een mail van een mama of zo van een kijker. En die zei: hey Nathan, je video's zijn super tof, maar kan je alsjeblieft wat minder schelden? Dat is niet goed voor mijn zoon. Lief dames en heren, voilà. Gaan we het hebben. Discussiëren over schelden. Zoals mijn vaste trouwe kijkers wel weten, ik schaal wel heel vaak te veel in mijn video's. Maar dat is om mijn mening meer te geven over iets. Geef nu toe als ik zou zeggen van een spel: wow, dit spel is super cool. Of als ik nu zeg: wow, dit spel is fucking cool. Nog zo'n voorbeeld: nee, dit spel is echt niet leuk. Fuck, dit spel is fucking kut. Jullie snappen me toch beter als ik die tweede gebruik dan die eerste, nee? Ik dacht van wel, oké. Schelden is voor mij gewoon een manier geworden waarop ik mij makkelijker kan uitdrukken in video's. Een soort van manier om mijn mening te tonen over iets, maar dat veel luidruchtiger en veel actiever. En dat doe je dan door middel van een scheldwoord die eigenlijk een normaal woord in een fris hoesje draait. Niet denk dat ik scheld om te schelden, anders zouden mijn video's zo zijn: fuck is best fucking kut, holy shit, fucking hell, teringzooi, what the fuck. Ik denk dat mijn video's, holy shit, mijn video's zijn echt zo. Oké, misschien moet ik gewoon een beetje minder schelden. Ik denk dat dat een beter idee is. Het is gewoon echt mijn standaardtaal geworden. Schelden, scheldwoorden zijn echt gewoon mijn standaardtaal geworden. Maar dat zijn dan niet van die erge scheldwoorden die ik gebruik, want ziektes gebruik ik niet echt veel. Zoals ik in mijn geheime video heb gezegd, ik scheld heel weinig met kanker. Bijna nooit. AIDS zei ik vroeger altijd, maar zeggen ook bijna nooit meer. En tering durf ik wel eens gebruiken, maar de woorden die ik het meest gebruik zijn toch wel gewoon fucking en kut en holy shit. Laat me zeker weten in de comments wat jullie vinden. Denken jullie ook van: hey Sid, ga minder schelden, maak gewoon video's en leer het af? Of vinden jullie gewoon dat ik het zo moet houden, dat ik me gewoon moet laten gaan in mijn video's, heel hard gewoon puur hameren op dat mezelf zijn? Natuurlijk kan ik ook gewoon mezelf zijn zonder te schelden, want dat is gewoon zo het doefje van mij zo. Yeah, fucking hell. Snap jullie? Oké, yes. Dus ja, dat bedoel ik met schelden en zo shit, oké. Ik heb ook gezien dat de schoolvideo super goed is ontvangen bij jullie, dus ik denk dat het wel awesome zou zijn als ik gewoon meer dingen ga doen op school. Ik zag een paar vragen onder die video van gisteren en ja, dat waren zo: welke richting doe jij voor de 5.000.000ste keer? Ik doe economie wetenschappen en het 5e middelbaar. En in Nederland 5 VWO economie wetenschappen. Ja, zoiets. 5 VWO economie wetenschappen. Maar het is niet gemakkelijk. Maar oké, no problem. Vonden jullie deze video leuk? Smaak dan zeker even een duimpje omhoog. Hebben naar die 40.000 abonnees. Wow. Het zou fucking awesome zijn om die nog snel te kunnen knallen. En die 40.000 sub special te pakken. En laat zeggen weten wat je vond aan deze video. Ik ben Nathan en ik wil zeggen: ik ga nu wat aan... potten bakken. Let's go. Hallo. Welkom op mijn school. Oh my god. Ik ben te laat. Alweer. Let's go.